De jeugdparlementariërs die zich niet herkiesbaar hebben gesteld, zijn afgelopen dinsdag door het ministerie van Sport en Jeugdzaken in de bloemetjes gezet in verband met hun vertrek. Zij hebben tijdens een afscheidsdiner een certificaat van appreciation mogen ontvangen voor de zittingstermijn 2013-2017. Het ministerie heeft de jeugdparlementariërs dit diner en certificaat aangeboden als blijk van waardering voor de geleverde bijdrage aan het vierde Nationaal Jeugdparlement Suriname. Volgens de vertrekkende ondervoorzitter Conrad Acton heeft hij zijn periode als jeugdparlementariër positief ervaren. Een tijd van komen en een tijd van gaan. Want de tijd van gaan is nu aangebroken. Ik snap dat als je als heel kleine jongeman ergens ooit in het instituut kwam en natuurlijk de droom heb om jeugdparlementariër te worden en tussen al de grote jongeren loop, ja, en je wordt op den duur de jeugdparlementariër en dan ga je met het beltje moeten hakken zoals zij dat hebben gedaan. De afgelopen periode van mij als jeugdparlementariër, als ondervoorzitter, is heel leerrijk geweest. Ik moet één ding zeggen. Ik denk dat ik de kans heb gehad om op een of andere manier dubbele toerentaal te gaan draaien in het jeugdparlement, of in de leiding van het jeugdparlement, om een aantal zaken te trekken. Maar wat ik hieruit heb geleerd en wat ik meeneem, is zo immens en zoveel dat ik het nu alleen maar merk in mijn werk merk. De minister van Sport en Jeugdzaken, John de Goyo, die de scheidende jeugdparlementariërs toesprak, wenste hen veel geluk toe. De bewindsvrouw gaf hen ook enkele adviezen mee voor de toekomst. In jullie tijd als jeugdvertegenwoordiger is in jullie in verschillende vormen geïnvesteerd. Dat hebben jullie allemaal daarnet bevestigd. Zo hebben jullie eerstehands kennis mogen maken met deelname aan democratische processen. En hebben jullie nationaal en internationaal ervaring kunnen opdoen. Die investering is een bewuste, toekomstgerichte investering vanuit de staat Suriname ten behoeve van de Surinaamse natie. Daarbij heb je de verantwoordelijkheid en aanvaard het ook op die manier te gebruiken naar je beste kunnen. Van deze plaats wil ik daarom duidelijk laten weergalmen dat het recht op participatie één is waar iedere Surinaamse jongere gebruik van kan maken, onafhankelijk van of je in het jeugdparlement zit. Ik roep jullie op om dat ook te doen. Blijf dit recht, jouw recht dus, serieus nemen. Draag met gepaste trots de verantwoordelijkheid om dit recht te helpen waarborgen. En het gaat jullie goed. Ik ben ervan overtuigd dat jullie vriendschappen zijn aangegaan voor het leven. Koester dat. En ik weet ook dat sommigen van jullie ook de ambitie hebben als de voorgaande groepen om ook in de politiek en het bestuurlijke van Suriname je bijdrage te leveren. John de Goyo, minister van Sport en Jeugdzaken, afgelopen dinsdag tijdens het afscheidsdiner georganiseerd voor de scheidende jeugdparlementariërs van de periode 2013-2017.